Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel. Goedendag, welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag Marinus Dijkhuizen te gast, voormalig trainer van Excelsior. We gaan natuurlijk zometeen met jou praten over je vertrek bij die club. Dennis Kanenburg is er en Harry van der Laan. Harry, we hebben je een paar weken moeten missen. Ja. Je had blijkbaar belangrijkere dingen te doen. Nee, ik niet. Jullie. Oh, wij. Ja, dat klopt. Dus aan mij kan het nooit liggen. Hebben jullie opzitten vreten de afgelopen weken? Waarover? Het voetbal. Nou ja, nee, niks waar ik zeg van wat me verwondert, zeg maar. Je weet, het niveau is op dit moment niet groot. Ook bij de twee Rotterdamse, Excelsior gaat wel, maar Sparta is niet echt om over naar huis te schrijven. Feyenoord is aan het struggelen, zeg maar, om weer een bepaald niveau te halen. Dus dat verwondert me niet op dit moment. Okay. Dus, je bent met Marinus gevoetbald? Ik heb met Marinus 2 jaar gevoetbald bij Cambuur. Ja. Met volle tevredenheid, kan ik wel zeggen, want ik had graag een balvaste spits. Iemand die ook kopsterk was. Nou, dat was Marinus was een spits en jij liep daar dan omheen. Ik speelde eigenlijk een beetje in de rol wat die zei je altijd van als jij nou eens een paal loopt, de opofferingsloop maakt, dan hak ik af bij penalty-shit. Oh, maar is dit de reden waarom hij je dan 20 plus maakt en jij 15? Zelfs 30 plus, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En ook de penalty's, hij zei dat is goed voor de club. Ja. Als de nummer 9 de stafschoppen neemt, want goed voor de uitstraling. Maar jij was dat de nummer 9. Voor zijn portemonnee was. Maar jij was dat de nummer 9. Ik was eigenlijk nummer 9, maar ja, Harry kon geweldig afwekken. Voetballend was het. Nee, ik speelde een beetje in de rol. Afwekken was geweldig. Wat zeg jij nou? Voetballend vond je het? Nou ja, ik vond hem meevoetballend. Ik had het idee dat hij dat ook nooit zo heel leuk vond. Nou, echt meevoetballen. Maar Harry, laat me even uit. Het afwekken, binnenkantvoet. En met hoofd, maar met name binnenkantvoet, zij netjes, was echt fantastisch. Ja, maar technisch gezien dus? Nou, dus die techniek had hij wel, maar een bal kaatsen vond ik toch wel iets minder bij hem. Dus dat vond ik wel heel opvallend. Nee, ik kon heel erg goed voetballen, maar het was niet nodig. Het zit wel veilig voor jullie, hè? Dit is een hele verkeerde aan. We zijn gepromoveerd namelijk. Nee, maar dus, ik speelde in de rol van Sam Stijn. En dan ben je vooral zonder bal ook heel veel bezig. Hè? Door loopacties te maken rondom de spits, de 16 inkomen. En dan zie je bij Sam Stijn ook altijd proberen op de juiste plekken te komen. Harry, hoe moeizaam vind je het bij Feyenoord? Heel moeizaam. En dat zit vooral in, als je even de vergelijking met PSV neemt, de stootkracht voorin. Dat is vooral een probleem op dit moment. En dat is al langer eigenlijk aan de gang. Alleen, vorig jaar liep het allemaal nog wat makkelijker onder met een aantal andere spelers. Ook met Geertruiden, met Wiever, noem ze maar op. Minté, die in vorm raakte. Dus daar had je een aantal gasten die gewoon in goede doen waren en die het verschil konden maken. Maar dat is nu even niet zo. En ik ben wel blij met die nieuwe jongen, die Koreaanse jongen, Hang. Wow, die een goede indruk maakt. Ik geloof dat dat echt een grote versterking gaat worden, ook voor het elftal. En Timber, die altijd nog wel enorm als een bezige bij daar bezig is. Maar voor de rest heb je toch een probleem in de stootkracht voorin om makkelijk goals te maken en zo'n wedstrijd gewoon eenvoudig te winnen. Want het was toch wel weer een behoorlijk moeizame overwinning. Ja, maar ben jij overtuigd dat Feyenoord de tijd nodig heeft om het te laten floreren? Ja, ze zit in een nieuwe situatie, een nieuwe trainer. Die andere ideeën heeft. En het is heel moeilijk voor zijn nieuwe trainer om slot te volgen. En dan zie je ook al na een paar weken dat druk heel snel opgevoerd wordt op hem. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vind dat collega. Wel. Ja, dat vind ik eigenlijk wel ongelooflijk. Dan is er weinig realiteitszin, vind ik, bij het algehele mediavolk. Ja, je weet gewoon wat Harry zegt. 2, 3 beste spelers zijn weg. Een nieuwe trainer. En je weet, slot is buiten categorie. Ja, dan moet je even de tijd hebben. Maar Feyenoord is als club ook buiten categorie. Is een topclub, dus daar moet worden gepresteerd. Er hoort ook wel wat druk bij, zeg maar. Maar als dan bijzaken hoofdzaken worden, dan heb ik daar wel moeite mee. Oh, je hebt het over die... Het is natuurlijk wel dat de nieuwe spelers, daarvan is er niet één echt tot bloei gekomen tot nu toe. De eerste die dat nu is toch die Koreaanse jongen, Wang. Mm-hmm. Die echt een hele goede indruk heeft gemaakt in 2 wedstrijden. En ook zelfs tegen Leverkusen was er toch nog een soort lichtpuntje. En dat was een moeilijke wedstrijd waar iedereen zoek gespeeld werd. En nu was hij echt een van de dragende spelers in het elftal. Dus dat geeft de burger moed. Maar van alle andere nieuwkomers is er eigenlijk dat niet... Dat was na 3 dagen, hè? Een goede speler heb helemaal geen dagen. Of die gaat voetballen en dan zie je gelijk dat is een goede speler. Ritme bestaat niet, hè? Ritme geloof ik al helemaal niet in. Je moet alleen fit zijn. Kuipvrees. Nee, maar er zijn sommige spelers die hebben... Nou Gimenez. Heeft hij nou kuipvrees? Nee, toch? Nou, die hebben een fantastisch half jaar gehad. Of misschien wel een jaar bij Feyenoord. En daarna is het ingekakt. En is hij nog steeds in een soort vormcrisis. Nou, dan praat je toch ook niet over kuipvrees. Dat heeft te maken met vorm. Dat heeft te maken met fitheid. Dat heeft te maken met...
de mensen om je heen. Of het wel of niet loopt. Of je een klik hebt met de spelers om je heen. Nou, dat soort problemen zorgen voor of het wel of niet goed gaat. Ging dat in de kleedkamer ook zo, Marine? Dus het praat maar. Ja, we hebben een mooie discussie meegemaakt. Met name met de toen normaal getrainde Hamberger. Inderdaad, en Harry is zo vrij eigenwijs. En Hamberger ging er vol tegenin. Maar Harry bleef heel rustig met zijn benen over elkaar zitten. En heel duidelijk zijn eigen mening vertolken. Dat was best leuk om aan te zien aan de zijkant. Okay. Dennis, hij noemt Giménez al eventjes. Enig idee hoe het met hem is? Het was natuurlijk zijn hamstring, want hij greep na die actie gelijk naar zijn hamstring aan de zijkant. Werd met een brancard van het veld afgebracht. Zag er heel dramatisch uit. Vandaag wordt er een scan gemaakt en dan zal moeten blijken wat de schade is en hoe lang hij aan de zijkant staat. Dus afwachten. Zeker met zo'n hamstring is dat heel vervelend. Zeker. Feyenoord won dus met 2-0. Hield voor het eerst dit seizoen een keer de 0. David Hanschko die speelde zijn 100ste wedstrijd voor Feyenoord 1. En bij hem was er natuurlijk sprake van opluchting. Everybody in the club is happy and it's a nice relief after the last result and performances were not that good and maybe were not the expectations, but I think maybe I didn't speak for a few weeks with the media, but I just want to say that we have a new team and a lot of debutants and a lot of we also lost a few key players, so and of course we have a new staff, so it's something is coming up and it's creating something new and that's what we are focused on now and I'm really happy that we were able to win this game. Ja, 100 wedstrijden dus al in het eerste van Feyenoord. Er was een narigheid, Dennis, met name na aflopen in het stadion. Ja, de Brabantse clubs hebben zich niet van hun beste kant laten zien, om maar zacht uit te drukken. Na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC in dit geval werd er een horecapunt bestormd. Dat horecapunt werd ook omgegooid. Het zag er heel naar uit. Zeker de mensen die in paniek dan achter dat horecaloket dan staan. Die proberen uit wanhoop daar weg te komen. En dan zie je wat mensen die dan dat loket weer recht gaan zetten. En dan staan andere mensen. Ik vraag me echt af wat er dan in je hoofd omgaat. Tegen een metalen hek aan te trappen. Dat ik denk, dat staat daar om te voorkomen dat je er doorheen kunt. Echt bizar. En dan, we hebben uiteraard ook even... En het frangen was, het was gisteren ook nog een speciale actie voor het Sophia Kinderziekenhuis. Ja. Dus nog meer kinderen in het stadion als ze doen gebruikelijk. In het verleden werd dat met ADO altijd gedaan. Ja, met die knuffels. Dat was hartstikke leuk toen. Maar die kinderen hebben dit dan ook die gezien dat ook of meegekregen? Ja, dat moet daarnaast wel inderdaad. Ja. Ik moet voorstellen dat je voor het eerst, dat je dus al... Je bent nog heel jong en je hebt al iets heel heftigs meegemaakt in je leven. Ja, dat je dan misschien voor het eerst naar het Feyenoord Stadion gaat en dan dit soort maloten tegenkomt. Feyenoord heeft ook gezegd, ze gaan dat uitgebreid evalueren ook met de driehoek. Dan is ook meer te zeggen over de schade die aanzienlijk is. Vandaag zijn ze vooral bezig met de nazorg van de horecamedewerkers. Eentje is er zelfs aan zijn hand gehecht, meerdere hechtingen aan zijn hand. En er wordt slachtofferhulp ook geboden. Maar je had het over Brabantse clubs. Die andere is RKC, waar Sparta speelde. Ja, precies. Sparta ging daar op bezoek. Na afloop van de wedstrijd konden mensen dan... je kon of met de bus of met eigen vervoer. De bussen werden na afloop opgewacht door RKC, laten we het voor het gemak supporters noemen. Andere mensen die moesten wachten voordat ze naar de auto toe konden. Dat ging in kleine groepjes, maar bleek op een gegeven moment dat ook niet werkte. Dus moesten ze uiteindelijk weer terug naar het stadion. Er zijn zelfs mensen die met een politiebusje naar hun auto toe zijn gereden. Om dan terug te kunnen naar huis. En dan hebben we het over een avondje voetbal kijken. Ja, tussen RKC en Sparta. Niet tussen Boca Juniors en noem eens wat. Heerenveen, Groningen hebben we het natuurlijk ook gezien. Hè? Ja, ook, op de tribune. Is dit een Marinus koren op de molen voor een ieder die zegt van stop maar met die uitsupporters? Ja, ik denk het wel. Je geeft wel aanleiding toe. Als het bij XC gebeurde, dan is Excelsior geloof ik nog het enige waar niks gebeurt altijd. Dus bij RKC bijzonder. Waren toch thuissupporters die... Dat bedoel ik, maar XC. Ja, maar jij zegt stoppen met uitsupporters. Ik bedoel, Omdat je niet veilig meer naar de wedstrijd kan. Maar tegelijkertijd vind ik het zo wrang, want we hebben het over misschien 20, 30 van NAC. 20, 30 van RKC. Tuurlijk, dat is ten opzichte van die honderden en duizenden die wel gewoon voor de rest wordt wel gauw meegetrokken, hoor. Het wordt een soort aangewakkerd, zeg maar, door een paar idioten. En je hebt heel snel de neiging in groepsverband om dan mee te doen. Dus die groep wordt dan veel groter dan 20, 30 man, hoor. Maar je hebt ook, er zijn allemaal beelden die op internet ook te zien zijn. En dan is het volgens mij toch gewoon... Dat is Piet, dat is Jan, dat is die. En dan is het toch een kwestie van... ik zag ook een met een bivakmuts in het Feyenoordstadion. Ja. Blijkbaar hebben we dat niet voor elkaar, want dat wordt natuurlijk heel lang geroepen. Ja. Om de strenger te straffen krijgen we blijkbaar niet voor elkaar. Ja, vind ik ook best wel verbazingwekkend. Ja. Het zit niet dat er 80.000 mannen dat uitvalt. Nee. Goed, wordt vervolgd. We hadden het net over het uitvallen van Giménez. Afwachten hoe het met hem is. Ueda valt dan in, pakt zijn kans.
maakt een echte spitse goal. Ja, zeker. Mooie loopactie en goede kopbal tegen Draas. Nou ja, laat hem maar weglopen naar de tweede paal. Had hij nodig, hè? Ja, ik hoor wel heel goede berichten over hem qua afwerken, ook op trainen. Dat echt die... En vorige week zag je hem ook inderdaad bij zijn nationale elftal gescoord had. Dus hij heeft het wel in zich om makkelijk goals te maken. Dus ja, misschien is dit drempeltje waar hij over gaat. Ja, maar hij heeft het in België wel goed gedaan. En dat is toch, ik bedoel, een beetje vergelijkbare competitie qua niveau met Nederland. Ja, maar geen vergelijkbare club. Nee, maar je speelde ook tegen niveaus Fortuna, NAC, weet ik het allemaal. Dat bedoel ik eigenlijk. En daar heeft hij het goed in gedaan. En het is iets anders dan Champions League waar we het over hebben. Maar je ziet wel dat hij bepaalde kwaliteit heeft. Maar hij was veel te bleu. En hij, weet je wel, het is allemaal afwachtend en geforceerd om toch wat te laten zien en zo, weet je wel. Ik zeg wel, als spitsen niet scoren, als spitsentrainer ben ik ook wel eens bezig geweest. Dan zeg ik altijd, ga proberen voor te bereiden. Als je moeite hebt om goals te maken, ga voorbereiden. En dan komt hij vanzelf weer. En dan ga je elkaar namelijk sterk maken. En dan vinden ze het ook leuk om jou een bal te geven. Want ik zie er al, Paschou, die uit alle hoeken en standen opeens loopt te schieten, in plaats van even om zich heen te kijken, die staat er beter voor. Je moet juist die samenwerking, want het straks, wij hebben samen gespeeld, dat was een samenwerking. En dan je kon om elkaar, hij zegt eerste paal, ik tweede. Ja. Het zijn allemaal dingen met afspraken, waardoor je veel makkelijker tot scoren komt. Maar dat mis ik vaak nu tegenwoordig bij voorwaartse, omdat het misschien ook te maken heeft dat je veel met buitenlandse spelers werkt. Maar je ziet ook wel nu, als je Giménez nu ziet, het lijkt wel alsof hij, die staat een beetje op een eilandje, maar hij doet ook niet zo heel erg veel gedurende het spel. En je ziet bij Ueda, die komt tegen Leverkusen erin, die is betrokken, die gaat kopduels aan, die loopt te leuren. Ja. Die heeft wel het gevoel misschien ook wel van, bij Giménez loopt het nu niet. Er is een enorm zelfvertrouwen probleem bij heel veel spelers daarvoor in. En of dat nou Ivanovic is of Giménez. Of, nou eigenlijk bijna die hele voorhoede heeft een zelfvertrouwen tekort. En dat probeer daar maar eens uit te komen. Als er nou één of twee zijn, nee, maar ik kan bijna geen. Marinus misschien, Hadji Moussa krijgt zo nu en dan zijn mogelijkheden en zijn kansen. Osman stond gisteren in de basis. Ivanovic mag weer eens invallen. Ja. Hoe kijk je naar de struggle van die aanvallers? Ja, je mist wat creativiteit, denk ik, daar. Dus inderdaad, Giménez, spitspositie. Ik zeg altijd spits en keeper zijn de twee belangrijkste posities in de elftal. Die goed zijn, dan kan die verschillen maken in positieve zin, verdedigend en aanvallend. Ja, en daar is het nu een beetje struggelen. En dan heb je, wat Harry zegt, maar komt zelfvertrouwen om de hoek. Ja, dan is dat even wat minder. Gaat het moeizamer. Dan heb je als spits soms even het moment nodig dat je even tegen een bal aanloopt. Ja. Per ongeluk en een goal maakt. Ik vind het altijd fijn als je een opstelling zo neer kan zetten. Als toeschouwer of als supporter van Feyenoord. Moet ik die eerste 10 namen zo op kunnen schrijven. En dat er eens eentje in of uit gaat door schorsing, blessure. Of maar vind jij dat Feyenoord nu behoefte heeft aan een vast elftal? Want maar iedereen heeft behoefte aan een vast elftal. Je kunt ook zeggen, vanwege het groot aantal wedstrijden gaan we iets wat roleren hier en daar. Ja. Nou, Slot was het ook wel even zoeken, hè, voordat hij die basiself had. En daarna was het ook niet dat hij wisselde. Maar dan zie je, als het er staat, dat het dan ook gaat lopen. Ja. En dan rammel je zo door zo'n competitie heen. En dan verlies je ook bijna niks meer. Hè. Dat was alleen in het begin. En later hebben ze vrijwel alles gewonnen. Maar het gat met PSV was zo groot dat je kon het niet meer inhalen. En dat is natuurlijk nu ook weer aan de hand. Brian Priske die heeft er niet alleen een behoefte aan tijd. Zeker aan die 2-0 van gisteren ziet hij wel dat zijn ploeg een stap aan het maken is. Yeah, no, I see progress. I see that we're moving forward. I hope you guys also see it a bit. I know you always focus a bit about the result and you also look at small details in the game. But when I watched the game against Groningen, for example, when the structure was there, I think we played a very good game. When we played Leverkusen, the structure was there. I think also we played a very good game. The data also showed it. And today, it's for me, it's a bit the same. When we keep the structure, when we get in the quality and the confidence, then we play good minutes. But it's a bit inconsistent. But I see the progress and I see the guys are taking steps at 1908. They're pushing harder. They're trying to push each other as well. They're trying to demand from each other as well on discipline, on small things that are key points in a high performance environment. So yeah, I'm positive, but we know there's only wins that will calm things down in the sense of that pressure that will always be on a club like Feyenoord when you don't win, and that's just a condition we cannot change. It has to be there, and that's also why we love to be at Feyenoord. This pressure, it should be fuel to keep going and to push.
Ja, die brandstof wordt er zeker nu door die andere Aziat nu wel geleverd. Hè? Door die Wang, ja. Zuid-Koreaan. Een soort van dirigent meteen al in het veld. Hè? Maar wat maakt hem zo sterk? Ja, hij speelt vooruit. Hij scant ook vrij goed, vind ik. Dus dat hij al vaak half staat, waardoor hij door kan draaien. En veel vooruit speelt. Ja, en dan zijn de ruimtes of ook durven te steken tussen de back en de centraal verdediger in. Hij heeft goede pasensbenen. Dus ja, ik vind het ook wel een gedurfde keuze van een trainer. Saruki ernaast zet. Dus ja, durf wel keuzes te nemen. Ja, en dat vind ik wel sterk. Had 13 balveroveringen gisteren. Wow. Maar ik wil even terug op het interview. Als je Groningen, Leverkusen en NAC goede wedstrijden vindt, dan ligt die lat niet hoog, hè? Want nou, dat is wat hij zoveel woorden. Dat zegt hij. Ja, we hebben goed gespeeld tegen NAC, we hebben goed gespeeld tegen Leverkusen. Op basis van de data. Van de data. Ja, ik weet niet wat die data inhoudt. Je weet de data, dat geloof ik allemaal wel. Maar dat als ik gewoon als voetballiefhebber zitten kijken, heb ik niet drie keer goed Feyenoord gezien, hoor. Kom eens op. Het begin tegen Leverkusen bijvoorbeeld was wel oké. Ja, dat is 5 minuten. Kom eens op. Dat was wel langer. Maar hoe kan je dat nou zeggen? Als je helemaal zoek gespeeld wordt door Leverkusen, we hebben een goede wedstrijd gespeeld. Volgens de data hebben we een goede wedstrijd. Wat is die data dan? Waar hebben we het dan over? Dat moet dan gevraagd worden dan in zo'n interview. Van wat welke data bedoel je dan? We hebben zoveel kilometer gelopen of we hebben weinig kansen weggegeven, of weet ik veel wat. Maar ik heb geen idee wat daarmee bedoeld wordt. Dat ligt aan de kans groot op het goal zijn. Dat vind ik wel iets tastbaars of expected goals. Balbezit, percentage. Intensiteit is ook belangrijk. Maar ja, Leverkusen was natuurlijk denk ik wel van de 5 kansen gingen de 4 in. Dus dat was wel bijzonder. Ja, dus uiteindelijk kan die onderliggende data hem wel houvast geven dat het in ieder geval beter gaat. Alleen. Ja. Ja, daar wordt niet specifiek naar gevraagd. Volgens mij die expected goals was volgens mij tussen Feyenoord en Leverkusen was helemaal niet zo'n heel groot verschil. Alleen omdat de individuele fouten ervoor zorgden dat zij in die situatie kwamen, leverden 4 goals op. Natuurlijk waren ze veel beter, dat weet ik ook wel. Nee, het was natuurlijk lichtelijk geflatteerd. Met rust was Leverkusen veel beter, maar 0-4 was wel... Ja. Nee, er waren zeker wel kansen voor Feyenoord in het begin. En in de tweede helft hebben ze de schade weten te beperken. Enorm gas terug, Leverkusen. Ja, dus maar dat maakt niet uit, het is een topclub. Ik had het eigenlijk over Wang. Ja, goed. Daar wil ik even over door. Ja. Die trouwens samen met González, die jongen die in de verdediging debuteerde, na afloop even naar voren werden geduwd, hè, om het applaus in ontvangst te nemen. Het is eigenlijk geen 6, hè? Daar speelt hij dan nu wel, ten koste van Saruki. Maar is het voor Saruki, denk je, even klaar nu? Ja. En hij heeft zelf ook al gezegd, Wang in dit geval, van ja, hij zegt, ik kan eigenlijk op 6, op 8, op 10, ik kan op al die posities eigenlijk wel uit de voeten. Dat is denk ik ook wel lekker voor een trainer. En Saruki heeft het natuurlijk... Ja, over een hele lange periode niet laten zien bij Feyenoord. Dat is gewoon een grote aankoop geweest voor de club. En als je het dan niet laat zien en tegen Leverkusen echt gewoon een wanprestatie levert en ook gewoon redelijk vroeg al in de wedstrijd naar de kant wordt gehaald. Ja, als je dan nu met deze gasten gaat spelen, zeker met Wang, dan gaat het voorlopig voor hem eventjes pas op de plaats zijn. Ja, ik vind dat gelul over die grote aankopen vind ik altijd een beetje, weet je wel, die heeft 6 miljoen gekost en die heeft 8 miljoen. Die Saruki had een fantastische periode bij Twente. Echt een van de beste spelers van de Eredivisie was hij toen. En ook internationaal blies hij zijn partijtje gewoon mee met Twente. En dan is 6 miljoen of zo, dat is een heel normaal bedrag. Alleen het wil niet altijd lukken, of dat nou bij PSV, Ajax of Feyenoord is. Dan komen er andere krachten om de hoek kijken. Meer concurrentie. Opeens heb je nog 2 man die op jouw positie kunnen lopen. En bij Twente had hij dat niet en zo. Dat doet wat met een speler. En dan, dus die 6 miljoen, dat is heel normaal voor zo'n goede speler. Alleen het komt er niet uit. Dat was wel wat meer. Maar... Ja, dat maakt niet uit. Maar dat was die waard op dat moment. En dan vind ik het een hele logische besteding als je die positie wil invullen. Want Wiefer was nog helemaal niet bekend toen. Toen hij gehaald werd. Dat was bij toeval kwam die op die positie terecht. Nee, ze zijn wel in dezelfde zomer gehaald. Alleen de interesse in Saruki was er wel al eerder. Al veel eerder, ja. En goed, jij hebt met Wiefer gewerkt natuurlijk. Dat had je misschien ook niet kunnen voorzien. Hè? Dat nee, zeker niet zo goed inderdaad. Ja, ik heb toen wel gedacht, Feyenoord zou heel goed bij hem passen. Met name ook de speelwijze van Slot met de intensiteit en het vooruitspelen. Nou, daar heeft hij natuurlijk geweldig in ontwikkeld, Mats. Dat het zo snel zou gaan, dat kon je ook niet bedenken. Hij speelt nu niet trouwens bij Brighton. Maar hij is geblesseerd. Hij is een paar weken geleden in zijn bovenbeen geschoten. Ja. Ja. Die jongen van Schouten, dus, bij PSV. Was hij nu op de bank? Was die ingevallen, dacht ik. Dus die redt zich wel, Mats. Die jongen van Schouten is een beetje hetzelfde. Ja. Ook echt wel een leuke speler bij Telstar en bij ADO. ADO. En dan, maar niet dat je verwacht dat je gaat het Nederlands elftal zo even in natuurlijk. Nee, maar Feyenoord had ook hem misschien best kunnen pakken. Net als Dallinga destijds ook, denk ik wel eens. Maar goed, is Timber de nieuwe strafschoppennemer bij Feyenoord? Nu eventjes wel. Ik denk uiteindelijk dat Jiménez als spits die dan wel weer op zal eisen als die terug is. Maar het grappige is wel, hij vertelde gisteren bij ESPN ook van... Hij zegt, ik heb eigenlijk voor het laatst penalties genomen in de jeugd. Maar
ik wil wel mijn verantwoordelijkheid nemen als aanvoerder en leider van dit elftal. Ja, vind ik het ook wel goed dat hij gewoon naar voren stapt en die ploeg bij de hand neemt. En nou, hij wat traint vindt er ook op. Dat is dus, zo'n lul. Ik neem mijn verantwoording. Het is maar één ding, eerzucht. Dat is het enige waar het om gaat. Hij wil die goal maken, hij wil belangrijk zijn voor het elftal. Dat komt je bekend voor? Dat had ik ook. Ik wil de goals maken. Ik maakte de ruzie om, desnoods, als het om strafschoppen ging. Ook op het veld. Daar gaat het niet om, maar ik heb niks met verantwoording pakken. Nee, maar als je hem dan erin schiet en je laat gaan van... Ik doe het voor het elftal. Nee, hij doet het met name vooral voor zichzelf. Hij wil... En nee, is prima. Maar dan moet je niet zeggen, ik neem me verantwoording. Je kunt wel zeggen, Hansko staat 9 uit 9. Ja, natuurlijk. Maar dat is gewoon een hele goede penaltynemer. Moet je het hem niet laten doen. Ja, natuurlijk. Nee, maar je hebt altijd een of twee nodig. Want als hij niet meedoet, moet een ander hem nemen. En andersom ook. Ja. Dus dat is belangrijk. Ik weet niet wie... Ik had toen met... bij Cambuur... Hoe heet hij? Hoe heet hij linksbuiten ook weer? Berghuis. Berghuis, ja. Nou, die was de partner. Frank Berghuis. Hartstikke geweldig linkerbeen. Die nam zeker de penalties. Maar ik wilde ze ook nemen. Ja. En dan moest ik echt een soort ruzie om maken. Omdat, en dan de trainer en die gaat dan eerst... Frank is de penalty nemen. Maar de druk wordt zo groot dat er iemand in zijn nek staat. Dat hij vanzelf een keer mist. Jij ging wel met een lang gezicht naar binnen dan, als je hem niet mocht nemen. Ik wilde altijd overal de penalties nemen. En dat maakte ik gewoon ruzie over, want dat vond ik belangrijk. Nou, waar gaat het om? Als jij... Voor mij werden vooral doelpunten verwacht. Ik was, wat Marine zei, deed je verder niet zoveel mee. Hij moest doelpunten maken. Dus dat was mijn vak. Dus dan, als je dan één of twee wedstrijden niet scoort... en er komt opeens een penalty voorbij... dan was dat voor je gevoel lekker. Ja. En dan zat je willen, ik heb er weer eentje bij... en dan schuif je langzaam zo... Voor Ueda had het wel lekker geweest als hij de twee had gemaakt. Ja, nou, ik daarom zeg ik, Marine zei, de spit, ik vind dat de spits hem altijd moet nemen... want dat is eigenlijk degene, dus Marine had ze eigenlijk moeten nemen. Maar dat is eigenlijk je uithangbord van het elftal, de spits... En die moet topscorer worden. Nou weet het wel, maar ja, nee. Maar dat levert geld op. Dus Jiménez, die moet ook normaal gesproken die ballen nemen. En als je de 25 maakt, dan levert dat 10 miljoen extra op voor zo'n gozer. Dat is waar. Marinus, we zagen feestende blote buiken van Sparta-supporters in Waalwijk. Na die 2-1 zegen bij RKC. Heb jij gedacht, ze gaan die overwinning nog uit handen geven? Dat is wel moeilijk, laatste fase inderdaad. Maar toch knap om daar te winnen. Door gewoon stabiel in de subtop Sparta. Ik vind het wel knap. Effectief ook, hè? Ja, vorige week natuurlijk een zeepunt en dan toch weer terugkomen en RKC, weet je, je weet toch, die staan ook heel moeilijk. Dus je wint niet zomaar in de Eredivisie een potje, zeker niet als je Sparta bent ook. Dus ik vind het gewoon heel stabiel presteren. Ja, en de vraag vooraf was een beetje van, hoe gaan ze zich tonen als ze de bal krijgen? Hoe is het spel aan de bal? Hoe beviel je dat bij Sparta? Nou, als je de twee goals kijkt, die waren wel van grote schoonheid, vond ik ze allebei. Ja. Dus het ontwikkelt zich? Ja, twee creatieve buitenspelers. Je hebt een goede spits, je hebt een stabiel elftal, ervaring. Je hebt ook nog mensen op de bank. Ik zag nu Julian Baas in de rust erin komen. Dus ik denk dat ze gewoon prima voor elkaar hebben bij Sparta. Ja, ik had wel met Henk Vrezer een beetje te doen. Die krijgt nou kritiek dat hij te hard met spelers omgaat. Dat hij natuurlijk, Henk laat alles zien. Dus als er iemand aan de binnenkant staat of aan de buitenkant staat te dekken, dan zie je hem met zijn hoofd zo schudden. Van, ach jezus, het is toch niet te geloven. En ik heb wel een beetje met te doen, want er is veel kritiek over dat hij te hard is naar spelers of te negatief. Of weet ik veel wat. Hij scheldt ook spelers gewoon uit als het hem uitkomt. Maar hij zit met een heel slecht elftal. Dus dat valt niet mee. Hè? Dus je ziet de ene. Die zijn twee. Ik had het net over. Er zijn natuurlijk Fase en Min. Dus de spits en de keeper kwijtgeraakt. Ja, de twee belangrijkste posities. Die hebben echt wel alleen daarop al een jasje uitgedaan. En hij moet nou nog drie Utrecht, Ajax en... Eerst Ajax krijgen ze. Maar goed, ik wil even terug naar Sparta. Want ook Rijsdijk was behoorlijk boos vorige week. Na die nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Eens kijken hoe zijn pet stond na die winst bij RKC. Nou, een trainer die trots is op het team, hoe we ons gerevancheerd hebben. Zonder dat het een hoogstaande wedstrijd was, zeker die slotfase dan, waar we het over hadden. Maar het gaat in sport wel over winnen. En dan kunnen we hoog of laag springen hoe we het gedaan hebben. Maar uiteindelijk zit het hierin. 3 punten pakken na die thuisnederlaag. En met 6 gespeeld 9 ben ik een heel stuk meer te genieten dan vorige week. Ja, maar het gaat om resultaten. Nou ja, voor de trainer en de spelers, maar voor de neutrale toeschouwer zoals ik, wil ik ook een beetje leuk voetbal zien. En zeker als je een goed elftal hebt. En dat mis ik bij Sparta al. Maar we constateren toch net dat dat wel stapjes aan het maken is. Ik zie wel goede momenten af en toe. Maar als je met je rug tegen de muur komt te staan een half uur tegen RKC, dan zit het wat mij betreft nog niet helemaal zoals het hoort. Kun je vinden, Marinus? Ja, ik kan het ook wel zeggen, maar met name uitwedstrijden winnen is heerlijk. En als je thuis vooral je betere wedstrijden speelt, is wel handig zeg maar, voor het publiek, voor het gevoel,
voor beeldvorming. Dus als je dan uit kan winnen en thuis wat beter speelt, dan dat zou het mooiste zijn. En hoeveel plezier gaan ze beleven aan die Mo Nassau? Nassau, die maakte een goal. Die gaf een geweldige assist, hè? Echt heel bekeken, goede snelheid. Ja, ik ken hem niet zo heel goed, maar als ik hem nu zo zag, die goal. Inderdaad, de creativiteit. Ik hou er wel van dat soort spelers dat brengen. En intensiteit, diepte vind ik altijd belangrijk, maar ook creativiteit. Dat zijn wel twee hele belangrijke factoren. En het grappige is, hij is eigenlijk een nummer 10. Maar wordt op linksbuiten een soort van opgesteld, hoewel speelt hij wel aan de binnenkant. Clement is eigenlijk nummer 8, speelt nu zaterdag als nummer 6. Hoe vaak kan je dat doen met spelers om ze niet op hun favoriete positie neer te zetten? Ja, als je aan de binnenkant speelt, dan speel je ook bijna op 10. Dus dat maakt niet zo heel veel uit volgens mij. Natuurlijk, hij heeft de voorkeur, ik hoorde zijn interview. Maar als je de vrijheid krijgt van de trainer in je speelwijze, dan kan dat prima. Ja, oké. Okay. Nou, man of zo. Ze hebben goed gedaan van Sparta. Ik vind, weet je wie het ook erg goed daarachterin doet, is die Eerthuizen. Ja. Vind ik erg sterk spelen. Die psychiater heeft goed werk verricht. toen hij niet naar buiten. Dat nee, joh, dat wordt een geintje. Okay. Maar die jongens echt goed. Heel hard in het duel. Sterk. En daarachterin zitten natuurlijk ook hartstikke goed bij Sparta. En ze hebben in aanvallend opzicht leuke spelen. Goede spits. Ja, prima elftal. Maar Mo Nassau, die viel dus op in Waalwijk. Mohamed Nassau, sta ik hier met de man van de wedstrijd van RKC Sparta? Ja, dat kan je wel zeggen. Goal en een assist. En de 3 punten. Dus dat is het belangrijkste voor vandaag. Ik vind dat hij zijn rol hartstikke goed invult. Hij staat natuurlijk aan de zijkant, een soort van hangende buitenspeler. Maar je ziet dat hij heel vaak ook als tweede tien in het hart van het middenveld opduikt. En ja, Mo kan gewoon hartstikke goed voetballen. Dat heeft hij eerder laten zien bij PSV in de jeugdopleiding en bij Jong PSV. En nu laat hij dat bij Sparta zien. Dus wij zijn heel blij met zijn ontwikkeling. Ja. Je zit er maar te praten. Jij gaat binnenkort even een dagje met hem meelopen met Rijsdijk bij Sparta? Nee, ik kom pas tegen inderdaad met een avondje bij Smitshoek. En hij heeft ooit bij mij bij NAC een dagje meegelopen. Toen was hij nog de trainer van Excelsior Besluis. Allebei dat, ik was daar speler geweest, dus de connectie was daar. Toen zei hij wel, als ik hier langs wil komen, kom maar. Dus ik ga dat zeker een keertje doen, ja. Ja, maar Van Persie weer meelopen juist, man. Ja, dat lijkt me interessant. Ja. Ja, nee, maar ik ben heel blij met Van Persie. En ik vind het leuk ook dat hij dan weer even die wedstrijd wint. Ik heb afgelopen week een aantal mensen daarin gesproken. En ik ga een dagje bij Ron Jans meelopen. Ik ga even bij Rick Kruijs heen. Ik ga waarschijnlijk bij Schreuder, bij Castellon een aantal dagen meelopen. Dus met wat als uitgangspunt uiteindelijk? Nou, om andere hoofdtrainers aan het werk te zien en daar weer dingen van mee te pikken. Dus dat is, het is zo'n veelzijdig vak. En er zijn verschillende wegen die leiden tot Rome. Ja, zo is het. Ik wil nog eventjes, voordat we ook over jouw eigen situatie gaan praten, over de regionale derby in de eerste divisie van vrijdag, Dennis. Tussen FC Dordrecht en Excelsior. Zeer vermakelijk. Zeker. 4 goals, onbeslist. Mooie goals gezien. Je hebt denk ik wel zitten genieten daar, toch, aan de Krommendijk? Ja, ik vond het echt een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Terechte uitslag. Ja, denk ik wel. Tussen twee best wel verschillende ploegen ook wel. Excelsior vond ik best wel verzorgd spelen. FC Dordrecht wat meer de beuk er af en toe in. Maar daar was het juist heel erg leuk. Ik maakte op een gegeven moment op de radio het vergelijk. Het lijkt wel af en toe aan een tenniswedstrijd. Want het ging van links naar rechts en weer de andere kant op. Als het toch in evenwicht is, hè? Maar je staat als Excelsior wel met 2-0 voor daar. Dan mag je het toch niet meer weggeven? Nee, maar dat zie ik heel veel in Nederland. Dat ploegen een wedstrijd niet kunnen controleren. In de Eredivisie zie ik dat ook constant. Vorig jaar was dat alleen PSV en Feyenoord die dat konden. Een wedstrijd gewoon die voorsprong controleren en uitbouwen eventueel. Nu op dit moment is dat alleen PSV volgens mij. Dat je zegt van AZ misschien. Maar dat schijnt heel moeilijk te zijn. En ik, hoe dat nou komt, ik begrijp er niets van. Of dat nou omdat het fysieker geworden is, dat er veel meer conditie is. Dat er meer meters gemaakt kunnen worden. Ook later in de wedstrijd. Er mag meer gewisseld worden. Met 5 wissels mag je tegenwoordig. Mm-hmm. Misschien dat dat een invloed daarop heeft. Maar het valt mij op dat we ontzettend heel veel moeite hebben. Ook in de Eerste Divisie of in de Eredivisie. Met het controleren van een wedstrijd. Ja. Ondertussen, Marinus, heeft hier Richie Omoroa, de spits, er nu 7 al gemaakt. Wat voor potentie schuilt er in die jongen? Voor het heel moeilijk. Hij kwam natuurlijk jonge jongen. Woonde bij zijn moeder thuis. En in één keer woonde hij hier alleen in Kralingen. Dan ook nog als derde spits. Dus weinig speeltijd. Ja, dan had hij het gewoon heel lastig. Nu heeft hij alle vertrouwen gekregen. En dan zie je dat potentie in zit. Ik vind het heel knap. 7 goals. Deze ook. De aanname was goed. Lager ook lekker natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk, het niveau is gewoon veel lager. Nou, een jong speler, fysiek heel sterk, redelijk wat diepgang. Dus interessante speler. Als je ze nu kan doorontwikkelen dit jaar, dan kan het soms snel gaan. Ja, speelt Excelsior nu op het niveau waar ze op dit moment ook even thuis horen?
Ja, moet ik je zeggen, vorig jaar was het zo. Pas las ik in de column van Sjoerd Moussoul van ja, soms is toeval in het voetbal ook. Ja, dat was vorig jaar. En dat tweede tegen NAC. Ja, nee, zeker maar over na de winststop zijn natuurlijk zo meerdere dingen daar de bed aan. Maar ja, hetzelfde dat je ook Eredivisie speelt, dus dat ook zo mag gekund. Ja. En het rechterrijtje Eredivisie is niet zoveel sterker dan de eerste vijf van de eerste divisie, hoor. Nou, nee, dit jaar ook echt niet. Ja, nee, dit jaar weet ik niet. Ze degradeert altijd, nummer 16 degradeert elk jaar. Waarom is dat? Nou, ja, dat klopt. Nou, omdat het nauwelijks verschil heeft. En dan gaat hoe noem je dat, het vertrouwen en zo van de eerste divisieclub die niks te verliezen heeft. Die is groter dan die eredivisieclub die alles te verliezen heeft. Het was een aantrekkelijke 2-2 tussen FC Dordrecht en Excelsior. Ook bij Dordt waren ze uiteindelijk tevreden met het resultaat. Nou, na de wedstrijd ben je blij met de veerkracht. Je staat 2-0 achter met nog 25-30 minuten te spelen en het wordt 2-2, dus daar ben ik tevreden over. Over de hele wedstrijd denk ik niet dat wij in een situatie hadden mogen komen dat je 2-0 achter staat. We hebben niet echt controle gehad op het houden van de voorsprong. En ja, hoe vervelend het ook is, het is terecht dat Dordrecht nog een tweede goal scoort. En dat zat meer in de lucht dan dat wij 1-3 zouden scoren. Ben je bezig aan jouw eerste maanden in het betaald voetbal als hoofdtrainer? Hoe verloopt dat tot nu toe? Ja, druk. Je bent met elkaar aan het vergaderen, je bent continu aan het kijken hoe dingen gaan. En je bent natuurlijk ook bezig met je eerste elftal, maar je bent ook bezig met de organisatie. We willen ook de organisatie Dordrecht weer een stap laten maken in professionalisering. Dus dat vraagt ook energie. Het is niet alleen maar dat je met een eerste team bezig bent, maar je zit met de pers, je zit met de accommodatie, je hebt het over de jeugdopleiding. Daar zijn we continu met elkaar aan het sparren. Oké, hoe kunnen we dingen beter doen binnen de mogelijkheden van Dordt? Als assistenttrainer bij Marines had ik een hele mooie rol waar ik heel veel invloed kon hebben op de technische zaken die we deden, hè. Dus het geven van trainingen en het helpen van Marines tijdens de wedstrijd met tactische ingrepen of plannen. Ja, en als hoofdtrainer ben je natuurlijk eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Van de organisatorische kant, naar de technische kant, naar de paramedische kant. Dus ja, dat is een hele andere dimensie en ja, ik vind het leuk om te doen. Is Den Uyl een goede trainer? Ja, zeker. Nou, het is wel grappig, want ik had Melvin en Ruben eigenlijk allebei als kandidaat om assistent-trainer te worden. Dus allebei toen de tijd, een aantal jaar geleden, gesproken. Uiteindelijk is inderdaad Ruben geworden en die heeft zich goed ontwikkeld. Ja, ja, ook wel contact met hem nu? Nu hij jouw opvolger is. Ja, nee, ik heb nog steeds contact. Hij heeft dat heel netjes gedaan, moet ik zeggen. Ook inderdaad mij geïnformeerd en vragen wat ik ervan vond. Niet dat daar de beslissing van afhing, maar ik heb ook gewoon eerlijk gezegd, pak je kans. Ze kunnen beter jou pakken dan iemand anders. Waarom heeft Excelsior jou na die degradatie en niet eens daags daarna, er zat nog best wel een tijdje tussen. Ja, twee weken tussen. Twee weken. Ja. Waarom hebben ze je ontslagen? Nou, uiteindelijk vonden ze de selectie te goed om te degraderen. En moest daar op basis daarvan. Ben je het daarmee eens? Op papier wel. In de praktijk? Ja, in de praktijk hebben we natuurlijk best wel veel blessures gehad, waardoor we een dip hebben gehad. Een aantal beslissingen zijn verkeerd uitgevallen. Zoals Agaviotis bijvoorbeeld verkopen. Dat ik op dat moment al zei van ja, het kost ons 3-4 punten, want ik wist, Ritchie was er nog niet klaar voor. Als Perrot geblesseerd raakt, hebben we een probleem. Nou, die was 6 weken geblesseerd toen uiteindelijk met Duistijn in de spits gaan spelen. Dus heel veel kleine dingetjes, beslissingen die of van mij of van directie of van spelers verkeerd uitpakten. Waar we net ja, uiteindelijk op doelsaldo gingen we play-offs in. Het klonk ook vanuit Excelsior, zeiden wel eens van als het tegen zat, en dat zat het zo nu en dan eens, met name natuurlijk in die beslissende fase, ja. dat jouw houding, jouw negativiteit zich wel erg afstraalde op het elftal. Kun je daarin vinden? Nee, ja, dat is nieuw voor mij, negativiteit. Oh. Nou ja, een beetje norsig, laat ik dat gebruiken. Ja, ik heb een norse blik, dat weet ik. Dus, nee, het is niet alleen de blik, het is misschien ook de... Nou ja, en ik kan ook best kritisch zijn. Ja. Dus dat betreft bots je ook wel eens met mensen intern. En dat maakt ook niet uit, dat hoort erbij, denk ik. Zeker als je op Eredivisie-niveau wil presteren. Aan de andere kant, Marines, dat wisten ze. En ze hebben toch in januari jouw contract verlengd. Ja, daarom. Dus daar had ik gewoon weet je wel, best veel moeite mee. Toen kreeg ik nog een dikke knuffel van de directie toen we in Spanje definitief verlengd hadden. Ja, daarna inderdaad dan de dag na NAC, dan zit je zo met z'n drieën en dan zeggen we, ja, we gaan evalueren. En dan word je met een onzeker boodschap 2 weken op vakantie gestuurd. Ja, dan wordt het heel stil aan de andere kant van de lijn. En dan voel je me wel zo langzaam van, hey, dit gaat niet de goede kant op. Dus dat is, ja, pijnlijk. Doet zeer? Ja, dat absoluut. Ik ben daar ouderwets zeg maar echt van de kloten van geweest. Een aantal weken, misschien wel maanden zelfs. Omdat ik had het heel erg naar mijn zin met de staf samenwerken, ook met Niels samenwerken, met de club. Van weet je, de club staat dichtbij me. Dus ja, een mooie situatie om in te werken krijg ik niet zo snel meer. Dus ik had het gewoon super naar mijn zin.
En als je dan inderdaad na best wel 4,5 jaar binnengekomen, de staf verjongd, de spelersgroep verjongd, er zijn denk ik wel 10 transfers gemaakt. En in één keer ga je via de zijdeur weg, zeg maar. Dus dat is wel heel pijnlijk. Als ze je dan nu bellen van, joh, kom eens een wedstrijdje kijken, doe je dat dan? Dat denk ik wel. Oké. In hoeverre is het ook logisch dat als jij nu als hoofdtrainer, je wordt verantwoordelijk gehouden. Ja. Ruben NL was jouw assistent, die zich ook nadrukkelijk daarmee bemoeide, dat jij er dan uit moet en hij wordt doorgeschoven? Nou ja, weet je, het ontstond een nieuwe situatie. En dat hebben we ook wel tijdens de bespreking van de verlenging besproken. Ja, als we degraderen, dan ontstaat er een nieuwe situatie waar misschien iets anders in wordt gevraagd. Nou ja, dat kan een visie zijn van de directie. Dus dan kijk je naar wat er op de markt is. En blijkbaar van hun Ruben de aangewezen persoon. Dus tot nu toe gaat het redelijk volgens mij. Zeker. Het hartstikke goed. De goedkoopste oplossing ook meestal. Ja. Nou ja, ze zijn misschien Ruben wel... heeft ook de potentie, dat zeg ik ook eerlijk. Hij heeft natuurlijk nog niet de ervaring, maar wel de potentie. Dus voor de rest staat en stond de staf heel goed. Met Michel Breuer erbij, met Thomas Vaar. Nou, nu kost het erbij. Dus ze hebben gewoon een hele goede staf. Ja. Ook nu. Je hebt er mooi over verteld. Dank je wel daarvoor. En als analist gaat het trouwens ook wel. Dus komen we wat mij betreft gewoon weer terug, hoor. Marinus Dijkhuizen, Dennis Kranenburg, Harry van der Laan. Bedankt allemaal. We zijn er vrijdag weer. En op woensdag natuurlijk ook nog onze Sparta podcast. Graag tot dan. En een goede week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.